Op donderdag 16 mei om 14:15 is bij de halte Elburg Centrum de 100.000 passagier ingestapt in de buurtbus. Dank u wel. Het buskaartje werd door wethouder Wessels van de gemeente Elburg afgestempeld. Ja, ik doe nooit de kaartjes aan. Ik heb alvast een kaartje. Nou, zijn we de 100.000ste passagier en genodigden werden na afloop van de activiteit ontvangen op Landal Landgoed Klo voor een feestelijke afsluiting. Bij mij staat de directeur van Landal Lo. En ik had een vraagje voor u. Wat vindt u van de buurtbus gebeuren? Dat hij hier dichtbij komt. Bent u daar blij mee of bent u daar niet blij mee? Ja, wij zijn daar natuurlijk absoluut hartstikke blij mee. We hebben al een jarenlange samenwerking met de buurtbus. Wij merken gewoon dat het aantal bezoekers van de buurtbus vanuit het Lo, vanuit Landgoed het Lo, altijd maar oploopt, elk jaar opnieuw. We zijn natuurlijk ook een bevoorrechte sponsor van de buurtbus. Dat vinden we ook heel prettig, omdat het toch wel een wisselwerking is. En mensen kunnen, als ze niet over het gewone vervoer kunnen beschikken, eigen vervoer, dan kunnen ze toch altijd bij ons op het Lo terecht. En we hebben onze eigen afstapplaats vooraan op het park. Nou, dat is helemaal geweldig. En als ze de vraag hebben om toch tot aan het hoofdgebouw te kunnen rijden, weet u, dan doet de buurtbus dat gewoon. En dan kunnen mensen vooraan afstappen. We moeten nog iets... Ja, dat is die. Volgens knap, man. Dat is de ik heb een vraagje. Zijn jullie blij met de buurtbus, meneer Zandberg? Ja, ik ben er bijzonder blij mee. Ik heb al een keer een ritje mee mogen maken. Dus een hele rondrit. Het is ook overwezen bij Elburg enzovoort. En dan kom je onder de indruk wat die buurtbus betekent voor de gemeente. En voor de uithoeken van de gemeente. Hoe zou je er anders moeten komen als je geen auto hebt en wel op het openbaar vervoer bent aangewezen? Nou, ik vind het een fantastische uitkomst. En vooral door de vrijwilligers die dat allemaal doen. En met hoeveel plezier ze het doen en hoe gezellig het in die bus is. Het is geweldig. Ja, bent u nog niet zo lang in Oldebroek, maar had u al eerder meegemaakt buurtbus? Nee, mijn vorige gemeente was geen buurtbus, dus het was voor mij beslist nieuw, maar het was ook een openbaring voor me. Juist. En meneer Wessels, die kent hem al veel langer, die zit al een jaar in. Vandaag mocht u chauffeur wezen, hoe beviel dat? Nou, dat was toch wel even een beetje wennen. Met name wat er aan heuveltjes zo hier en daar ligt, daar moet je wel heel voorzichtig mee zijn. Het is toch anders dan een luxe auto. Maar goed, het is best mooi, dus ik heb me al aangemeld. Voor het moment dat de leeftijd iets verder is, dan meld ik mij graag aan. Je weet nooit waar het goed voor is, maar het is een hartstikke mooi initiatief. En ik denk dat ik me helemaal bij RS aansluit dat we blij mogen zijn als beide gemeenten dat we zo'n buurtbus in de gemeente hebben. En de samenwerking met de buurtbus is van de beide gemeenten optimaal?
Ja, natuurlijk. We hebben wel eens wat discussie tot in de buurtbus net aan toe. Want wat leg je nu aan drempels? Hè? Want het openbaar vervoer wil natuurlijk het comfort zo groot mogelijk maken. Wij hebben natuurlijk ook nog een ander doel. Dat is de snelheid eruit proberen te halen. Dus die discussies die voeren we in goede harmonie samen. Maar ik denk dat het zowel in Oldebroek als Elburg geldt. De ambtelijke overleggen die daarbij zijn, zijn heel goed. En dat is fijn om te zien. Nee, dat klopt ook hoor. We hebben ook ervaren dat de wegen in de gemeente Oldebroek heel wat prettiger rijden dan in Elburg. Maar het kan ook door de chauffeur liggen. En met een foute route, hè? Nee, maar de samenwerking is heel plezierig. En dat ervaren we ook met de vrijwilligers van de buurtbus. Ja, dan moet ik wel zeggen, van, ik ben zelf ook buurtbuschauffeur. Dus ik weet er hoe over van. In de winter is de gemeente Oldebroek iets beter dan de gemeente Oldebroek. Denk ik dan maar zo. Dus dan staan we weer 1-1. Oké, ja. Heb u verder nog wat u zegt? Dat wil ik graag kwijt. Eén van twee. We kunnen het niet vaak genoeg zeggen. Nee, ik sluit me bij aan dat die vrijwilligers week in, week uit altijd weer bereid zijn om 17.000 mensen te vervoeren per jaar. Hè. Dat is nogal wat. En het mooie van de buurtbus is dat er ook nog steeds groei in zit. Vanaf 2006 toen we begonnen zijn en nu, dan zie je dat er ieder jaar groei in zit. En niks ten nadele van het reguliere openbaar vervoer, maar de buurtbus rijdt gewoon op tijd. En dat kunnen we altijd niet zeggen van de trein en dat soort vervoersaangelegenheden. Nee, nou was ik pas in Dorenspijk. Dan zeggen ze, ja, maar hier rijdt geen buurtbus. Is daar van gemeentewegen nog interesse in dat, om dat te doen in de toekomst? Of dus zegt u van, ja, dat is van de provincie? Ja, we hebben daar met het bestuur wel over gehad. We hebben ook wel de wens doorgegeven dat mensen in een verzorgingshuis of een bejaardenhuis graag ook een halte van de buurtbus willen. Alleen de basisafspraak voor buurtbusvervoer is dat je niet concurrerend met het reguliere openbaar vervoer mag zijn. En er loopt eigenlijk een normale buslijn langs het gebouw heen. En dan is het een beetje raar als je daar inderdaad een buurtbushalte zet. En het moet ook te organiseren zijn. Want dat betekent dat je wellicht een bus extra moet. En dat je ook weer vrijwilligers extra moet. Maar de wens is er wel. Alleen op dit moment denk ik dat we blij mogen zijn met wat de buurtbusvereniging nu aan uren volmaakt. Elburg, Oldebroek, bestuur van de buurtbus, mag ik jullie van harte welkom heten op Landerland Goed het Loo, namens mezelf, maar ook de buurtbus. Wij kunnen sinds een aantal jaren ons toch verheugen op een hele goede samenwerking met de buurtbus. Die vraag is me vandaag al een paar keer gesteld. En natuurlijk ben ik daar heel blij om dat die samenwerking er is. En ik denk dat er hier ook wel een aantal mensen zitten die dat daar net zo goed heel blij mee zijn. Ik zie hier een paar mensen, meneer en mevrouw Kalkman, die de 25.000ste genodigden waren. En onze familie De Bruin, die ook als een verrassing, als de 100.000ste mee mochten. Ik denk dat Jan daar strakjes ook nog wel wat over gaat vertellen. Nou goed, we hebben, misschien dat u even naar voren kan, maar ik ga het heel kort houden. Jan heeft een, dus Jan... Ik heb een half uur om. Ja, ja. Dus misschien kan u even naar voren komen. We hebben namens Landerland Goed het Loo nog een kleine attentie voor u. En dat begint zoals altijd met bloemen. Nou, die zal ik aan u overhandigen. Dank u wel. Alsjeblieft. Ja? En dan heb ik nog iets anders voor u, en dat is dan waarschijnlijk voor vanavond. Want ik heb begrepen dat u gaat vanavond, nee, morgen vertrekt u alweer terug. Ja? Dat is inderdaad spijtig. Voor ons. Ja, voor u. Maar we hebben in ieder geval voor vanavond nog even een diner voor twee. Kan u lekker hier komen genieten. Ja? Dan wil ik er toch nog even iets aan toevoegen, en velen onder u weten dat niet. Ik weet dat toevallig, en volgens mij weet Ingrid dat ook. Maar meneer en mevrouw De Bruin zijn volgend jaar, hoeveel jaar getrouwd? 50. 50 jaar getrouwd. Nou, dat is heel wat.
om dat allemaal nog wat meer plezier te geven, wat meer laaster te geven, denk ik van, goh, waarom komt u dan niet gewoon volgend jaar terug bij ons? Ja. En met de buurtbus. En gaan fietsen. Ja? Ja, het houdt niet op. Nou, dat is wel heel leuk. En tot volgend jaar. Absoluut. Bij mij staat Jacob Speldenkamp. Jacob, oprichter van de buurtbusvereniging Oldebroek-Elburg. Je hebt jaren je ervoor ingezet. Op het moment doe je iets op de achtergrond. Maar wat vind je van deze middag? Ja, het is natuurlijk een geweldige middag, niet alleen voor de buurtbus en de passagiers, maar ja, eigenlijk ook voor mij. Wij zijn begonnen in juni, dacht ik, 2010, om de buurtbus op te richten. Nou, ik hoor net allemaal dat het moeilijk was om vrijwilligers te krijgen, maar daar ben ik het niet mee eens, want die vrijwilligers waren er allemaal zo. En iedereen is van begin af aan heel enthousiast geweest. Heel professionele aanpak van het toenmalige en huidige bestuur. Ja, en dat heeft ertoe geleid dat we nu 100.000 passagiers hebben vandaag. Dus dat is gewoon hartstikke mooi. Als ik het goed begrijp, kijk je tevreden terug op deze middag en die 100.000ste passagier? Ja, zonder meer. Ik ben blij dat ik eraan mee heb kunnen werken. Het was niet alleen maar werk, maar ook mijn hobby. Maar goed, dat blijkt ook omdat ik me nu als reservechauffeur bij jullie opgegeven heb, nu ik geen coördinator meer ben. Maar ik vind het nog steeds leuk om betrokken te blijven bij die buurtbus.